Goedenavond, mijn naam is Chris Plankaert en ik ben voorzitter van de Gezinsbond in Moorsele. De Gezinsbond Moorsele probeert het gedachtegoed van de Gezinsbond zoveel mogelijk op lokaal vlak uit te dragen en te promoten. De Gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van alle gezinnen, los van ideologische, religieuze of politieke opvattingen. Kinderen staan bij ons centraal. 1 op de 10 kinderen wordt geboren in armoede. En mede als gevolg daarvan met een mindere gezondheid of minder onderwijskansen. Via dienstverlening, sociaal-cultureel werk, het verenigingsleven en gezinspolitieke actie proberen we hieraan iets te doen. Op lokaal vlak zijn onze tweedehandsbeurzen een voorbeeld van hoe we te werk gaan. Nieuw leven in de familie brengt nu eenmaal hoge kosten met zich mee voor spullen die helemaal niet lang gebruikt worden. Op onze tweedehandsbeurzen kan je spullen die helemaal niet versleten zijn, kopen voor een prikje. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, dat is ook zeer goed voor het milieu. Ik kan mij ook helemaal onderschrijven in de visie en het gedachtegoed van de Gezinsbond. Gezinnen, onder welke vorm dan ook, vormen nu eenmaal de hoeksteen van onze samenleving. En daar mogen we best iets voor doen. Via een ganse reeks inspannende en vormende activiteiten willen we in elk geval de verbondenheid tussen gezinnen bevorderen en streven naar een kindvriendelijke omgeving.